Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering hier op Cortex Gaming. Ik heb voordat ik begin even wat uitlegwerk te doen. Eigenlijk stond voor vandaag in Bendy and the Ink Machine gepland, chapter 3, chapter 3. Ik weet het, hij is uit, ik ben al laat, het spijt me, maar dat kwam omdat First Look in Utrecht zat er tussendoor. Waar ik met Stargamers naartoe ben geweest. Heb ik als het goed is aan jullie al een keertje verteld in een update video, dus ga ik niet lang over lullen. Maar ja, daardoor is er een beetje verschuiving gekomen in het opnemenschema en alles. En daarom is hij ietsjes later. Spijt me, hij komt er echt aan. Ik beloof het jullie, ik doe mijn best om buiten het internet zo min mogelijk erover te weten te komen. Want echt, Bendy en de Ink Machine is fucking everywhere. En I don't want spoilers. Dus ja, heel simpel, hij komt eraan, is er nog niet. En daarom dacht ik, omdat ik een beetje in tijdsnood zit, ga ik het internet weer even opduiken. Kies ik even een indie game uit die ik voor jullie ga spelen vandaag. Want ik wil wel een video uploaden natuurlijk. En ik ben itch.io opgekomen en ik ben het spelletje daar tegengekomen. Die Guy, hij heet letterlijk Die Guy. En dit spelletje is zeg maar een soort van... ja, platformer. Er zijn meerdere soorten van dit soort velletjes. Maar als het goed is, ga je dus als je... je bent dat blauwe gastje hier zo. Kijk, er zit geen intro in. Hallo? Oh, moet je wel in de game klikken. Dat is vervelend. Het speelt een klein window af. Maar je speelt dus deze gast, deze blauwe dude. Die, oh, look at my little blue buddy. Hij is cool. En ik moet over de spikes heen en alles. En ik moet gewoon... Het is een platformer. Maar als je doodgaat, zeg maar, dan word je gerespawned. Alleen, dan blijft je mannetje staan. En dan kan je dus opspringen en dat is handig. Ik weet het, er zijn al, weet ik hoeveel van dit soort spellen zijn er aanwezig op de markt. Ik wist even niet hoe die andere heten, dus ik ga het gewoon spelen. Ik weet ook niet hoe lang het is, ik heb geen idee. Er zit ook niet eens geluid bij. Dus waarschijnlijk de muziek die jullie nu horen heb ik er overheen geëdit. Maar we gaan het gewoon proberen om de hele tijd met zo min mogelijk mannetjes te doen. Ik weet niet hoe ver deze spikes doorkijken. Oké, auw. Fuck. Hey, krijg nou wat is geluid in. Ei! Dat was niet de bedoeling, de controls zijn fucking floaty. Maar oké, nu heb ik een aanloop. Hup, en hup, yeah, oké, 3, nice. Oké, easy, daar zit, oh, fuck. Huh. Nou, waarom sprong ik ineens fucking minder ver dan de eerste keer? Hey, cool. Alley-up, alley-up. Hey. Huh? En nu dan? Maar. Hè? Nou, bitches. Ik snap hem even niet meer. Ik kan er niet doorheen. Oké, daar ga ik hem ook overheen. Oké, cool. Oké, dus die witte schakelaars, dat zijn de schakelaars die... Ah, oké, die zetten dus dat ding op. Maar dan moet je dus op blijven staan. Oké, maar hoe ga ik hier dood? Wat doe ik die rode? Oh! Oké, cool. Oh, wacht, ik snap hem denk ik. Oh, fuck, maar nu kan ik niet meer dood. Kan ik herstarten? Ja, cool, ik kan herstarten, cool. Oké, ik moet dus doodgaan. Dit is best wel clever. Dit is clever level design. Cool, kijk, nu moet ik doodgaan. En er overheen. En dan kan het... Ah, nice man. Oké, de puzzels zijn real, mensen. De puzzels zijn real. But it doesn't work that way. Ow, bitch. Fuck. Nou, come on. Nou, de controls... Het is zeg maar heel erg lastig, omdat... moeilijk uit te leggen. Maar de controls vinden echt... Op het moment dat ik het knopje indruk... Echt een split seconde later... Dan doet de kleerlijn het pas. Nee, nee, fuck. Ah, nou red ik het al niet meer. Okay, nou! Dit is zo irritant. Oh, maar je kan gewoon die sprong niet halen. Ah, shitballs. Oké, okay, cool. Jump, dood. Dan doet als het goed is vanaf nu. Oh, dat ging bijna mis. Die het. En dan moet ik landen op dit ding. Cool. Nou! Dat was niet de bedoeling. Kijk, soms doen de controls het te vroeg en soms doen ze het te laat. En wanneer dat is, dat is fucking random. Cool, ik heb hem gehaald. Oké, okay, eerst even kijken wat er gaat gebeuren. Dat... Ei! Waarom schoot jij nog? Dat was bullshit. Eerst kijken wat er moet gebeuren. Auw. Eerst kijken wat er moet gebeuren. Fucking hell, man. Dit is lastig. Easy does it. Oké. Okay. Oké, dus ik moet... Dat ding moet ik starten. En dan moet ik helemaal naar het einde... Fuck, dit wordt lastig. Nee, ik moet eerst naar het fucking einde. Hè? Ah nee, dit meen je niet. Ik moet voor die kogel uit blijven rennen. Maar dat moet dus echt in één keer? Ah nee, dat werkt anders gewoon niet.
Oké, dit level is te moeilijk voor het begin, mensen. Learning curves, ooit van gehoord? Oh shit, dit wordt heel snel heel moeilijk. Kijk, als ik... Ik moet voor die kogel uit blijven rennen. Juist, kijk, dat moest ik doen. En nu kan ik zeg maar gewoon heel easy en heel rustig met 30.000 levens naar het einde. Ah, fuck. Waarom lukte me het net? En nu niet meer. Oké, easy, daar is het. Kijk, en nou is die open. Maar stel je nou voor dat ik dus eerder dood was gegaan, had dat dingetje, dat wat blijven staan, had die kogel geblokt en dan had ik het niet gekund. Dus ik moest het in één keer doen. Damn, ik dacht dat het niet zo moeilijk zou zijn, maar... Oké. Ah, fucking bullshit. Dit is gewoon gokken. Dat is niet eerlijk. RNG is a bitch, bitch. Nice. You win. Suppose. You win, I suppose. Serieus, dat was het al? Dat was serieus de fucking game. Oké. Kortste aflevering ever. Dus. Nou, oké, dat was Die Guy. Het is een fucking klein rotspelletje blijkbaar. Ik dacht echt serieus dat die groter was. Kortste aflevering ever. Maakt niks uit, want ik wil jullie dus nog eventjes wat dingetjes vertellen ook nog. Want, ik ben dus zoals ik al zei naar First Look geweest met Stargamers. Was fucking vet. Ik heb jullie daar niet gezien. Ik weet niet of jullie daar ook waren of niet. Maar, laat dat even in de comments weten nogmaals. Ik ben daar dus naartoe geweest. We hebben video's geschoten. We hebben vette nieuwe games gespeeld. Zoals Call of Duty World War 2 hebben wij kunnen testen. Daar we hebben Shadow of War. We hebben kunnen testen. Dat was een hele leuke verrassing. Dat we hebben Far Cry 5 gespeeld. Detroit Becoming Human. Nog een aantal andere games. Het was fucking vet. We hebben leuk beeldmateriaal. Dat ben ik, as you see it, ben ik het aan het in elkaar editen. En dan komt het op de YouTube pagina van Stargamers. Nou is het altijd dat bij Stargamers komt het eerst op de YouTube pagina verborgen te staan. En via YouTube wordt het op de site gezet. Nu heb ik dus de macht om jullie als allereerste van die video's te laten genieten. Omdat ik dus onderin de descriptie van de update video die ik vorige week zaterdag, of deze zaterdag heb geüpload. Kan ik dus die links gaan zetten zodat jullie als allereerste kunnen gaan zien wat ik fucking vet vind. En dat ga ik ook doen, want dan kunnen jullie waarschijnlijk in één keer die hele rit al zien. En op Stargamers moeten ze dan gewoon wachten, want daar komt er iedere dag een video uit. Dus daar wil ik jullie een beetje mee belonen voor jullie geduld en natuurlijk jullie subscribership bij Cortex. Dus mondje dicht tegen de mensen van Stargamers, want hun weten er helemaal geen ene van. Maar dat maakt me niet uit, het zijn mijn video's, ik maak ze. Maar voor nu, Die Guy was een hartstikke leuk spelletje. Heel kort. Dat wel. Hebben jullie nog ideeën voor indie games en dergelijke die jullie mij willen zien spelen? Laat ze even onder in de comments achter. Bendy en Ink Machine, zoals ik al zei, komt eraan. Komt van de week als het goed is ook uit. En dan, ga ik het daar gewoon bij laten. Dus beste gamefans, sorry, was een beetje een korte video. Was niet mijn bedoeling. Maar ik wist niet hoe lang dit spel was. Oeps. Dus beste gamefans, vond je het een leuke video alsnog? Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe dan even op de rode knop onder het filmpje te klikken. En dan zie ik jullie terug in de volgende video hier op Cortex Gaming. Waarschijnlijk Bendy en de Ink Machine. Hoop ik echt van harte. Dus daar gaan we het gewoon mee laten. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!